Welkom bij Topnames. Welkom Bram de Zwart. Je bent van de 3D Hubs of 3D Hubs als je in Amerika bent. Want je vertelde net dat een belangrijk deel van jullie handel, van jullie zaken zich afspeelt in de Verenigde Staten. Eerst even naar het begin. Wat doen jullie? 3D Hubs is een online marktplaats voor 3D print services. We zijn wereldwijd de grootste die dat doet. Dus we hebben printers aangesloten in 150 landen. Stel je wil iets 3D printen, je hebt zelf geen machine. Dan ga je naar onze website en dan vind je iemand bij jou in de buurt of in de stad. En die doet dat voor jou gemiddeld binnen 2 dagen. En als je bijvoorbeeld Amsterdam eens pakken, waar wij nu zitten. Hoeveel plekken in Amsterdam zijn er ongeveer waar ik dat kan doen? In Amsterdam hebben we rond de 300 locaties. Dus altijd wel iets op loopafstand. En zijn dat meestal particulieren? Of, ja, is het... Weet je wel, of universiteiten? Of, Ja, het zijn... Over het algemeen zijn het mensen met een bureauprinter, een desktopprinter, dus een wat kleinere printer. En ongeveer de helft van onze aanbieders zijn bedrijven en de andere helft zijn particulieren. Ja. En bedrijven, doen die bedrijven dat als een commerciële dienst of doen zij dat om zeg maar de uren dat die toch niks staat te doen te verhandelen? Ja, het begon heel erg met mensen die het echt als een hobby deden in de avonden en weekenden. Dus naast wat ze al voor zichzelf 3D printen. Maar door onze website kregen mensen zoveel orders op een gegeven moment dat ze hun baan, normale baan konden gaan opzeggen. Okay. En een fulltime 3D printbedrijf gingen starten. En daarnaast hebben we ook steeds meer industriële partijen die zich aansluiten. Dus partijen die al 20 jaar bestaan, machines hebben van 1 miljoen euro. En die sluiten zich ook aan. Ja. Dus als je kijkt, op de een of andere manier moet ik daar even aan denken. Airbnb begon als plek waar mensen hun eigen huis verhuurden. Dat gebeurt nog steeds voor een belangrijk gedeelte. Maar omdat het zo'n goed platform was en werd voor reizigers en mensen met locatie bij elkaar te brengen, kwamen er steeds meer commerciële partijen die dit als een mooie uiting zagen, een mooie plek zagen om hun zaken te doen. Hebben jullie die ontwikkeling ook gezien? Ja, dat zien we eigenlijk ook. Alleen wij zorgen voor wat minder overlast dan Airbnb. Ja. Je zei, we zijn de grootste ter wereld. Kun je dat eens proberen tastbaar voor ons te maken? Wat betekent dat? Nou, een leuke metric die ik laatst hoorde is dat wij in meer landen actief zijn dan McDonald's. Dus we zijn 160 landen actief. En we hebben 30.000 printers aangesloten, verspreid over al die landen. En we zien nu bijna 50.000 prints per maand die via ons platform besteld worden. Hoe verdienen jullie geld? Op elke transactie via ons platform nemen wij een 12,5% commissie. En in ruil daarvoor doen wij een bepaalde analyse op het 3D-model of het wel printbaar is. Dat is vrij technisch. We maken het mogelijk voor elke leverancier om direct via ons platform online een quote af te geven. Dus dat hoef je niet meer handmatig te doen, die prijscalculatie. En verwerken betalingen in meer dan 100 landen. Dus ja, zo bieden we allerlei services voor klanten en aanbieders. Ja, je moet om via jullie platform te kunnen printen, moet je eerst je 3D-file uploaden. Je zegt, jullie checken of het ook printable is, want dat is natuurlijk niet altijd zo. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja. Checken bedoel ik, dat lijkt me nog best ingewikkeld. Ja, dus daar gebruiken we software voor. En wij kijken nu vooral of het 3D-model goed ontworpen is. Mm-hmm. Wat de volgende stap is natuurlijk dat je ook gaat kijken, is het ook fysiek mogelijk? Is iets niet te dun om te printen? Ja. Maar dat moet nog komen. Ja. Oké, want ik neem aan dat je dat ook doet om te voorkomen dat er weer teleurstellingen ontstaan. En dat mensen uiteindelijk een opdracht geven en dan komt er iets uit wat gewoon niet goed is. Ja, nou gelukkig zijn onze meeste klanten zijn professionals, engineers, industrieel ontwerpers. Dus die weten al redelijk wat er wel of niet kan. Maar ja, je kan de ervaring wel vergemakkelijken of beter maken als je dit al met software doet. Ja, en jullie zijn bezig sinds volgens mij 2013 of zo, 12? We zijn 2013 begonnen. Toen hebben Brian en ik, wij werkten al in de 3D-printindustrie 4 jaar. We hebben onze baan opgezegd op dezelfde dag. Toen zijn we... Nou, met dat idee begonnen, toen rolden we vrij snel het Rockstart-programma in. Dus we wisten vrij veel van 3D-printen over de industrie, we hadden een netwerk daar gebouwd. Mm-hmm. Maar we wisten niet zoveel over hoe je een online start-up begint en hoe je bijvoorbeeld geld ophaalt bij investeerders. En dat zijn allerlei aspecten die wij bij Rockstart hebben geleerd. Ja, want jullie hebben in 2014 al een flinke investering opgehaald van, meen ik, $4,5 miljoen. Ja, dus we hadden eigenlijk een paar maanden dat we gestart waren, hadden we al een seedronde. En daarna hebben we ook nog een Series A opgehaald, 1 jaar later. Ja,
Hey, en waar staan jullie nu? Want dan, dat is, als je een Series E ophaalt, dan is het ook zo'n moment dat je echt wel goede plannen moet hebben en targets en een beetje moet weten waar je heen wil. Ja. Waar staan jullie nu op jullie eigen roadmap? Ja, dus we focussen vooral nu erg op de vraagzijde, dus de hoeveelheid bestellingen via ons platform. En dat is 1000% gegroeid sinds de Series E. Dus ja. De investeerders zijn heel erg tevreden. Ja. Ja, nou goed, sinds de Series E, maar hoeveel groeit dat over tijd? Is dat nog steeds zo, die groei? Gaat het even snel? Accelereert het? Of is het... Ja, we groeien nog steeds ongeveer 10-15% elke maand, wat in deze fase significant is. Je zei, de gebruikers, de meeste van onze gebruikers zijn professionals, hè? Die weten wat ze doen. Is dat jullie doelgroep of willen jullie een grotere groep? Is het ook voor... Wil je ook dat ik het ga gebruiken als niet-professional? Ja, op termijn wel. Een van de toekomstbeloftes van 3D Print is dat we productie decentraliseren. Dat is iets waar ik heel erg in geloof en wat mij zo aansprak in 3D Print alweer 8 jaar geleden. En het past ook in een grotere trend, hè, waar we zien dat energieproductie steeds meer decentraliseert met zonnecellen, windmolens. Je ziet dat mensen steeds bewuster worden van waar voedsel vandaan komt. En ik denk dat 3D Print daar heel mooi in kan passen. Dat je producten niet meer uit China haalt en in grote aantallen verscheept, maar dat je iets produceert nadat je het bestelt en heel dicht bij jou in de buurt. Ja. Dus heb je minder afval van transport en je hebt eigenlijk geen overproductie meer. En dat is de toekomst van productie waar ik in geloof. Nu is het nog wat pril aan de consumentenkant. Je ziet wel aan de professionele kant dat het heel actief wordt gebruikt voor prototyping. Dus eerst een model maken voordat je het in... massaproductie neemt een product. En ook kleine serieproductie. Dus het wordt gebruikt door in de vliegtuigindustrie, auto-industrie, medische industrie, om, nou, laat zeggen, honderden of duizenden stuks van iets te produceren. Ja, die toepassingen die zijn al een hele tijd redelijk geaccepteerd in de industrie. De grote printers. Het is ook heel belangrijk dat het allemaal precies volgens specificaties is. 3D-printen was, nou, 3 jaar geleden was het opeens ongelooflijk hot. We hebben er ook een paar uitzendingen over gemaakt. Het valt mij ontzettend op dat je er eigenlijk helemaal niets meer over hoort. Het is totaal uit de media. Ja. Geen 3D-printers meer bij Matthijs van Nieuwkerk op tafel. Is het gewoon normaal geworden? Wat is er gebeurd? Nou, het gaat door een typische hype-cycle. Ja. Dus er is onwijs veel hype gebouwd. En vooral de belofte dat iedereen over een jaar, elke consument zou gaan 3D-printen. Nou, die belofte is niet ingelost en dat was eigenlijk ook wel te verwachten. Maar de professionele markt blijft gewoon heel hard doorgroeien. Ongeveer 30-40% elk jaar. Dat is een markt van $5 miljard nu. Dus dat is heel interessant voor ons. Maar uiteindelijk geloof ik wel dat die consumentenbelofte dat ingelost gaat worden. Maar dat gaat waarschijnlijk nog wel 3-5 jaar duren. En jullie zitten er een beetje tussenin als ik kijk naar hoe je positioneert. Want ja, je werkt eigenlijk wel met semi-professionele... mensen die iets geprint willen hebben. Want je zegt, het zijn professionals, ze weten wat ze doen. En de mensen die printers nu hebben, zijn natuurlijk vaak ook mensen die hem voor een ander doel ook semi-professioneel gebruiken, toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja, dus je moet, omdat we marktplaats zijn, moet je onderscheid maken tussen de aanbod en de vraagzijde. Dus als we kijken aan de aanbodzijde, begon het heel erg vanuit mensen met een bureauprinter vanuit een garage iets in de avonduren printen. En nu zie je steeds meer dat ook professionals zich aansluiten, industriële partijen die echt 10 machines van $1 miljoen hebben, die metaal, titanium kunnen printen. Dus wij hebben het hele spectrum. En dat is ook het mooie natuurlijk van een marktplaats, is dat wij als enige elke technologie en materiaal en nabewerking kunnen aanbieden. Omdat voor een individuele aanbieder is het veel te duur om al die apparatuur te kopen. Dus dat is aan de aanbodzijde. Aan de vraagzijde... de meeste omzet maken wij echt met engineers, industrie ontwerpers. En daar hebben wij 3dhubs.com ook heel erg op gericht. Dus het is echt een ervaring voor mensen die al in CAD software werken en weten wat ze doen. Dus dat is 3dhubs.com. Daarnaast hebben we een API. En die maakt het mogelijk voor consumentenmerken, zoals bijvoorbeeld hier in Amsterdam Fairphone, om via ons netwerk hun smartphone accessoires te laten produceren, maar dan lokaal. Dus we hebben afgelopen jaar voor Fairphone ongeveer 10.000 accessoires geproduceerd. Wat als aantal niet uniek is in productie. Maar wel het feit dat het verspreid over 300 locaties was. Dus als een klant in Berlijn woont, dan produceren we daar. Als een klant in Parijs woont, produceren we in Parijs.
En dat is nog nooit vertoond op deze schaal, gedistribueerde productie. Mooi. Je zegt de API kunnen partijen inzetten. Zijn er andere voorbeelden al van waar je enthousiast van wordt? Ja, absoluut. Dus Autodesk gebruikt onze API. Dat is de werelds grootste CAD softwarebedrijf. Ja. Met meer dan 10 miljoen professionele gebruikers. En wij zitten al geïntegreerd met een 3D sprintknop in veel van hun softwareprogramma's. Wij hebben hier natuurlijk, zou ik willen zeggen, ook Shapeways al een aantal jaar geleden tafel gehad. Die organiseren eigenlijk zelf het hele proces. Hè? Dus ik kan op die plek wel dingen 3D laten printen, maar zij beheersen eigenlijk de hele... Tenminste, moet je me even corrigeren als ik ernaast zit, maar zij beheersen eigenlijk de hele productieproces. Dat is wat zij doen. Ja. Waarom is jullie route op de lange termijn een betere? Je ziet in veel industrieën dat een marktplaats toch uiteindelijk wint. En dat komt bijvoorbeeld door de keuze die wij kunnen bieden. Dus de keuze in materialen en technologie wat ik net schetste. Dat komt door de capaciteit die we hebben. Natuurlijk veel meer capaciteit dan elke andere individuele partij. En het feit dat wij veel lokaler kunnen produceren. Dus meer dan de helft van onze orders wordt zo dichtbij geproduceerd dat er geen verzending is. Een groot deel van onze orders wordt binnen 24 uur geprint. Als je dan nog twee dagen moet wachten voordat het bij jou aan de deur staat met UPS, ja, dat maakt nog wel een verschil, ja. 1 of 3 dagen. Wat doen jullie aan kwaliteitsbewaking, een marktplaats waar iedereen zich kan melden en iedereen dingen kan doen? Op een gegeven moment heb je nodig van, is dit een trusted partij, heeft deze goede reviews, zeg maar, zoals we die allemaal kennen van de marktplaats, hoe werkt dat bij jullie? Ja, omdat er dus bijna 50.000 prints per maand via ons worden besteld. En dat groeit nog steeds heel hard. Verzamelen wij natuurlijk heel veel data over elke aanbieder op ons platform. En die data gebruiken wij weer om ze te ranken. Dus we nemen eigenlijk meer dan 10 metrics van elke aanbieder. En dat is gewoon, er komt een performance score uitrollen. En dat bepaalt een ranking. Dus als we een hele goede ervaring bieden voor klanten. Klanten converteren goed, komen weer terug. Dan krijgen ze ook veel meer nieuwe business via ons platform. En dus zo drijven de beste aanbieders vanzelf boven. Ja, via jullie platform worden spullen gemaakt. Maar jij zei net in het voorgesprek, je ziet jullie zelf als een softwarebedrijf. Ja, dus we zitten op snijvlak van software en hardware. Wat het heel erg leuk maakt om in het bedrijf te werken. Uiteindelijk bouwen we gewoon een online platform. Ja. Dat had je hiervoor niet gedaan. Wat heb je daarvan van geleerd? Van wat zijn zeg maar de lessen van een platform bouwen van de afgelopen jaren voor jou? Dat is een brede vraag. De lessen van een platform bouwen. Nou ja, je had daar geen ervaring mee. Je interesse was 3D-printing. Dat is waarom je dit bent gaan doen. Ja. Dus daar zat zeg maar ook je deskundigheid. Ja. Maar omdat bij dit idee de platform hoorde, is dat het belangrijkste geworden. Ja, dus, mijn interesse in 3D-printen ontstond omdat ik echt geloof in de toekomst van gedecentraliseerde productie. En ik wilde dat mede mogelijk gaan maken. Een platform leek de meest logische manier om dat zo snel mogelijk te bereiken. En dat blijkt ook zo. Dus de schaalbaarheid, het feit dat wij in 3 jaar 30.000 productielocaties wereldwijd hebben aangesloten. Ja, dat op geen enkele andere manier gekund natuurlijk. Ja. Kijk, je kunt de dichtstbijzijnde hier, als je even wat wil printen, is 1,6 kilometer die kant op. Oké. Okay. Rens. Ik denk dat het dichterbij is. Misschien heb je nu de best match sortering aanstaan. Als je op distance sorteert. Ja. Nee, nog steeds 1,6 kilometer. Maar ik vraag naar de general purpose plastics. Hè, dus, heeft een je bent begonnen met een specifieke zoekopdracht. Ja, nee, maar er zitten. Er zijn er vele van in Amsterdam. Hoe zijn de ontwikkelingen de afgelopen jaren gegaan als het gaat over dat 3D-printen? Want ik herinner me ook nog. Dan las ik een stuk in de krant en gaat nu een huis 3D geprint worden. En dan ging ik daar naartoe in Amsterdam-Noord. En dan zag ik eigenlijk een scheef huis ontstaan. Dus
al die voorbeelden van die grotere dingen, anders dan de kleine dingen die je natuurlijk ook ziet, hè? Van sieraden tot al die andere. De keer dat ik ze gezien heb, maar ik wil graag dat jij me even bijpraat wat er nu mee kan, zeg maar, was het nog heel erg in de fase van de belofte. Hè? Van dit gaat ooit iets worden, dat we dat huis gaan 3D printen en dat we dat via jullie platform bij wijze van spreken gaan doen. Maar je zag ook wel, daar zijn we eigenlijk nog lang niet. Hoe ver zijn we nu met 3D printing? Nou, het gaat nu vrij hard, dus het interessante is dat de hype is echt over. Een stukje teleurstelling, denk ik. Dat zag je ook op de publiek verhandelde aandelenprijzen. Maar het mooie is, en dat is bij bijna alle hype cycles, dat echte technologische innovatie gebeurt nu. Dus HP heeft net hun 3D printer aangekondigd. Ze gaan er heel hard op inzetten. Enorme budgetten. En dat is echt een revolutionaire technologie die zij lanceren. Een paar maanden geleden is de Carbon printer gelanceerd. Die hebben 140 miljoen opgehaald van onder andere Sequoia en Google Ventures. En die een printer die gewoon 50 keer sneller kan printen dan wat er nu bestaat. Okay. In een kwaliteit die gelijk is aan gespuitgietenproducten. Dus de innovatie gebeurt niet. Die HP-printer, die Carbon-printer, die gaan eind dit jaar worden die verzonden. Zodra ze verzonden zijn, zitten ze natuurlijk op ons platform. Want de service providers die ze kopen, die gaan dat aanbieden. Die zitten al bij ons vaak. Ja. En dat gaat enorm veel veranderen. Ja, want je noemt snelheid kwaliteit en materiaal. Geef eens een paar voorbeelden van materiaal wat recent beschikbaar is gekomen, wat echt een doorbraak betekent op sommige gebieden. Ja, metaal begint echt door te breken. Het bestond al wel een paar jaar, maar nu zie je het echt dat het gecertificeerd wordt bijvoorbeeld voor de luchtvaartindustrie. Dus het nieuwste Airbus vliegtuig heeft meer dan 1000 titanium geprinte onderdelen erin zitten. Je ziet dat het voor de medische industrie gecertificeerd wordt. Dus dat het voor protheses, maar ook echt in het lichaam gebruikt kan worden. Dus heupvervanging bijvoorbeeld. Dus ja, je ziet metaal dat nu heel veelbelovend is. Maar bijvoorbeeld het materiaal dat wij recentelijk ook op ons platform hebben gelanceerd, een maand geleden, is bijvoorbeeld carbon fiber. Dus kan je carbon fiber iets 3D printen. En kan je dus bijna voor de prijs van plastic kan je iets printen met de sterkte van aluminium. Wat normaal gevreesd zou worden, kan je nu 3D printen. Ja, mooi. En welke sectoren noem je carbon? Ik ken het alleen maar uit het hard zeilen. Dat is licht en heel sterk materiaal en heel duur. In wat voor sectoren gaat dit echt een doorbraak betekenen? De carbon fiber? Ja? Ja, dus bijvoorbeeld vervangingsonderdelen. Als je iets rondom je auto bijvoorbeeld. Kijk, het mooie, er zit ook veel carbon in sportwagens en alles wat licht en sterk moet zijn, daar zit carbon. Ja, zeilboot is ook een goede inderdaad. Een interessante vraag van Mark Vletter op Twitter. Die zegt van, ik heb zo vaak dingen die ik graag wil printen, maar waarvan ik geen tekening heb. De gest van mijn rugzak, het klepje van, nou, dan komt er een volgend Twitter bericht wat hij doet. Zeg maar. En ik denk dat hij daar inderdaad wel een punt heeft voor de rest van ons. Hè. Degene die niet met die software om kunnen gaan, degene die niet... met 3D. Als een koffiemaler. Ik snap wat hij bedoelt. Hè. Ja. Is dat ook een volgende stap? Dat er zeg maar weer een markt komt voor mensen die al dit soort dingen gaan maken? Of komt er een soort scanner die dit voor ons mogelijk maakt om het eenvoudig te gaan doen? Ja, dus het is, wat je ziet is dat 3D-scanners veel toegankelijker worden. Apple heeft al een paar jaar geleden 3D-scanbedrijf gekocht. Dus geruchten gaan dat de nieuwste iPhone, de iPhone 7, een 3D-scanner ingebouwd gaat hebben. Nou, dat wordt natuurlijk super cool als je mensen om je heen 3D kan scannen, objecten. En daarna direct kan 3D printen. Dus dat is een interessante ontwikkeling. Maar ook inderdaad de ontwerpsoftware zijn ontwikkelingen dat makkelijker wordt om te begrijpen. Dat je niet een jaar bezig bent om het te leren, maar dat je het in een dag kan leren. Ja. Eigenlijk denk ik voor de consument wat het meest veelbelovend is echt dat consumentenmerken zoals bijvoorbeeld een Nike of een Nike voor mode, een IKEA voor meubels en een Lego voor speelgoed, dat die dit op hun eigen website gaan aanbieden. En dat ze het mogelijk maken voor mensen met heel weinig technische kennis om toch enigszins hun eigen product samen te stellen, hun eigen ontwerp te creëren. Mm-hmm. Ja, dan noem jij Lego. Er werd toen dat zo gehyped werd ook heel veel over nagedacht. Het gaat natuurlijk totaal nieuwe businessmodellen veroorzaken. In de logica kun je straks op de site van Lego een ontwerpje downloaden tegen betaling. Maar ja, dan kun je dat nog steeds natuurlijk zo vaak printen als je wil.
Voor dit soort bedrijven is het natuurlijk ongelooflijk bedreigend dat je die Lego-steentjes kan scannen en kan reproduceren natuurlijk. Ja, ja, er zijn wel parallellen bijvoorbeeld met de muziekindustrie, ja. Toen dat digitaliseerde. Ja, nu wordt productie en producten worden gedigitaliseerd. Hoe zie jij bedrijven daarop reageren? Ja, het is nog vroeg, dus het is nog lastig zeggen hoe het uitpakt. Ik weet dat veel grote bedrijven er mee bezig zijn en iets willen gaan doen, wat waarschijnlijk over 1, 2, 3 jaar wel een keer gaat lanceren. Er zijn schoenenbedrijven zijn er al wel, hebben al dingen gelanceerd. Dus ja, er zijn nog 4 schoenenmerken die 3 geprinte schoenzolen op de markt hebben gebracht. Ja. Ja, ik hoop dat ze niet defensief worden. Ik denk dat de bedrijven in de muziekindustrie die defensief waren, de meeste toch het loodje hebben gelegd. Dus het is een verandering die niet te stoppen is. Nee, want inderdaad, dat is het. Hè? Want als je iets zelf gemaakt en bedacht hebt en je ziet dan die toekomst voor je, dat iedereen dat zeg maar, niet meer hoeft te kopen, maar gewoon met zijn iPhone 7 kan inscannen en kan inprinten, dan moet je inderdaad wel aan andere businessmodellen gaan denken. Welke verdienmodellen, welke nieuwe verdienmodellen rondom producten zie jij ontstaan? Nou ja, het meest voor de hand liggende is dat je gaat rekenen voor een download in plaats van het eindproduct, een fysiek product. Dat is voor de hand liggend. Maar je kan je ook voorstellen dat daar misschien bepaalde garanties omheen komen als je het officieel downloadt tegen betaling. Ja, het is nogal lastig te zeggen. Het is niet onze core business om ons daarmee bezig te houden. Wij bouwen dat productienetwerk, de infrastructuur. En de applicaties zien we overal ontwikkelen. Dus we zien de hardware snel ontwikkelen dankzij HP en Carbon en andere bedrijven. We zien allerlei applicaties ontwikkeld worden. En wij bouwen die productie, wereldwijde productie. Maar als je het hebt over, als je de link legt naar de muziekindustrie, zit er natuurlijk nogal een hele interessante. Wat je gezien hebt bij YouTube, bij Facebook en bij SoundCloud, die beroepen zich allemaal op het zogenoemde safe harbor principe. Dat betekent, want wij zijn een platform waar mensen met elkaar zeg maar, dingen kunnen uitwisselen. Je kan ons niet verantwoordelijk houden voor de uitwisseling. Is dat ook zeg maar jullie toekomst? Want ik kan me inderdaad voorstellen dat als ik degene ben die iets bedacht heb, verzonnen heb en ik zie het op jullie platform staan, dat een ander dat mag uitprinten. Ja, ik zie nog wat rechtszaken jullie kant op komen. Of heb je datzelfde principe waarvan je zegt van... Ja, gelukkig kunnen we heel veel van dat soort platformen leren. Dus de aanbieders op het platform vragen te melden als ze zien dat iets niet geoorloofd is. Met dat soort notificaties speelt YouTube natuurlijk ook. Dus je kan het ook melden als content daar niet oké is. Ja. En zolang je daarop reageert en daar iets mee doet, hou je volgens mij prima aan de wet. Ja, voorlopig nog wel. Althans, zo lijkt het. Hebben jullie ook dingen in ontwikkeling, je noemt nou YouTube, die bijvoorbeeld aan rechthebbenden de mogelijkheid geeft om alle beelden waar zij de rechten van bezitten door YouTube te laten scannen, waardoor je geautomatiseerd dingen kunt gaan verwijderen. Dus dat jij zegt, van, nou ja, als jij niet wil dat jouw gepatenteerde spullen bij onze platform komen, leven ze in, gescand, en wij zorgen dat het er niet op komt. Ja, dat is dus die herkenning van 3D-modellen. Dat is iets wel waar wij gedachten over hebben. Mm-hmm. En, kijk, nu is die intellectueel eigendom inbreuk is dan niet echt een probleem. Nee, maar gaat natuurlijk wel komen. Mocht dat gaan komen, dan hebben we wel ideeën hoe 3D-modellen kunnen gaan herkennen of ze al eerder zijn voorgekomen of die getagd zijn als niet oké. Ja, want ik neem aan dat jullie daar wel op anticiperen, anders zou je werk ook niet goed doen, toch? Ja, kijk, ik merk gewoon dat de aanbieders die actief zijn op ons platform, dat die ook hun verantwoordelijkheid nemen. En dat gaat tot nu toe heel goed. En dat komt ook misschien omdat je dat voor een belangrijk deel een professional platform is? Ja, omdat die aanbieders graag een goede reputatie bouwen op ons platform. En als zij zich iets zouden printen wat niet geoorloofd is, misschien dat ze ook een deel van de verantwoordelijkheid dan krijgen. Wat mag er van jullie niet? Johan Schaap vraagt op Twitter, is er censuur op het platform? Kan ik bijvoorbeeld een printopdracht voor een gun uitzetten? Nee, dat kan niet. Nee, dus we hebben een aantal objecten die inbreuk maken op intellectueel eigendom,
Maar ook bijvoorbeeld vuurwapens kan je niet films printen. Oké. Wat ik ook wel interessant vind van die platformen altijd, dat geldt trouwens op elk gebied en dat geldt voor jullie natuurlijk ook, dat je ongelooflijk veel kennis opdoet in zo'n beginfase van zo'n nieuwe technologie. Wat er nou gebeurt en bijvoorbeeld wat mensen nu 3D laten printen. Kun je daar eens een, ongetwijfeld verzamelen jullie al die data, kun je ons daar eens deelgenoot van maken? Van, mm-hmm. Weet je wel, wat zijn nou de meest voorkomende objecten? Welke landen zijn groot? Welke industrieën? Deel eens wat interessante data met ons uit jullie platform. Ja, dus voor ons belangrijke regio's zijn Europa en Noord-Amerika. Meer dan Azië? Ja. En we zien heel veel prototypes. Klinkt niet super sexy, maar is best een grote industrie. Elk jaar door bedrijven wordt $7,5 miljard uitgegeven aan het outsourcen van prototypes. Op dit moment gebeurt dat niet alleen via 3D-printen. Maar 3D-printen wordt wel heel snel de allerbeste technologie om dat mee te doen. Omdat je tegenwoordig in multimaterialen en full color iets kan printen. Dus je hebt de meest waarheidsgetrouwe representatie van het eindobject. Dus niet sexy, maar wel een grote business. En dat is wat wij het meeste doen. Maar we zien ook wel hobbyisten, consumenten die ons gebruiken. Bijvoorbeeld, wat heel leuk is, je hebt een RepRap 3D-printer. Dat is een 3D-printer die voor meer dan 50% uit 3D-geprinte onderdelen bestaat. Dus je kan zichzelf gedeeltelijk voortproduceren. Ja, en er worden ook veel voor gebruikt. Dus mensen die zelf een printer aan het bouwen zijn en geprinte onderdelen nodig hebben. Ja, hey, en wat zijn de meeste dingen, of noem eens iets waarvan je had gedacht, nou, ik had nooit gedacht dat dit via 3D-printing geprint zou worden. Iets raars. Of zitten jullie in je kantoor af en toe 's ochtends te kijken van, Ja, we hebben elke eind van de week, vrijdag om 5:00, wordt altijd een presentatie gegeven aan het hele team wat de leukste geprint objecten waren van die week. Ja. Ja, kijk, toen we net begonnen, toen handelde ik heel veel van die orders en klantsupport deed ik nog zelf. Dus dat herinner ik me nog het beste, ook al is dat 3 jaar geleden. Een van de grappige verhalen was wel dat een man had een order geplaatst en die belde vrij snel daarna, wanneer is die print klaar? En toen vroeg ik, nou, waarom heb je zo'n haast? Toen zei hij, ik heb een lekkage. Hij zat op een stukje PVC te wachten. En dit moet het gaan oplossen. Ja. Dus dat vond ik wel grappig. Ja. Dat was toen als een van de eerste 20 orders of zo. Ja. Oh ja, mooi. En met hoeveel man zijn jullie inmiddels in je bedrijf? We zijn nu met 30 man. En je zit half in de Verenigde Staten? Of? Ja, ik persoonlijk, maar bij het hele team zit in Amsterdam. Bij het hele team hier. Ja. Okay. Wat zijn de grootste hobbels die jullie moeten nemen om 3D-hubs naar een volgende fase te krijgen? Nou, kijk, één aspect wat nu gebeurt en wat wij niet echt in de hand hebben, is dat die technologie heel snel doorontwikkelt, waardoor dus de hoeveelheid toepassingen heel snel toeneemt. En dat is een hele mooie ontwikkeling. We zijn natuurlijk continu bezig met het platform beter maken. In het begin maak je hele grote stappen en nu maak je steeds meer stappen waarbij je het continu optimaliseert, steeds meer data verzamelt en dat gebruikt om echt heel veel frictie weg te nemen en alleen de beste aanbieders zichtbaar te maken aan je klant. Ja. Want iedereen kan dit zichtbaar maken, maar iedereen kan zich aanmelden als aanbieder, als printer, zeg maar. Iedereen kan zich aanmelden, maar dan doen wij een plaats een testorder bij je. Dan geven we jou je eerste review en ratings. En vanaf daar nemen onze klanten en het algoritme het over. Ja. Nou, spannend. We gaan het volgen. Ja, nee, hartstikke leuk. Heb jij wel eens wat laten 3D printen inmiddels? Of niet? Nee, ik heb alleen, we hebben hier verschillende gasten gehad. Machetknoop hebben we gehad. Ja, ik zat nooit, ik zat nooit vergeten. De allereerste keer, dat was heel lang geleden, dat was inderdaad, ik was wel meteen nog gegrepen. Er was iemand die kwam zo'n voorbeeld met zijn Samsonite koffertje en hoe hij dan zelf, als een wieltje het. Dacht ik wel meteen, kijk, punt in die tijd was het ook nog veel te duur. Maar dat heb je natuurlijk allemaal ontzettend naar beneden zien gaan. Je zit nu al in de fase dat soort dingen kunnen. En voor de rest, weet je, ik ben niet zo'n handig type. Dus ik zie eigenlijk bij jou meer toepassingen. Om het huis. Ja, ik deelde heel erg toen het begon jouw enthousiasme. Van dat het natuurlijk een revolutie is, een volgende stap in het digitaliseren. En dus kunnen op schaal kunnen kopiëren van objecten. En je kunt er gewoon op wachten. Ik bedoel, het is een kwestie van tijd dat je inderdaad dat wieltje van je koffer
thuis uitprint of, bij de, of via jullie platform bij de buren of bij een winkel op de hoek. Ja. En die kant gaat natuurlijk wel op. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de bescherming van intellectueel eigendom, waar we het, nou, hebben we natuurlijk al even aan geraakt. Want daar gaat het echt een revolutie teweeg brengen. En weet je, ik heb zelf altijd een beetje moeite met, zeg maar, ik snap het hoor, dat je als platform zegt, ja, dat, daar vinden we niks van. En, maar dat, is, dit dat wordt natuurlijk de echte revolutie. Want daar zit ook, weet je, wat voor regelgeving komt er, hoe wordt dat vervolgens gehandhaafd? Want net als met in heel veel andere sectoren zijn er natuurlijk grenzen aan wat kan en wat niet kan. Ja, maar dat wordt spannend. Goed, ik ben dan wel weer met, denk ik, met jou eens waar je zegt, kijk, alles wat gekopieerd kan worden, zal gekopieerd worden. Dat dus ga daarvan uit en kijk hoe je daar zo slim mogelijk mee om kan gaan. Ja, lijkt me ook beter voor die bedrijven. Ja. Oké, okay. Hey, ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets up and running is. Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je iedere week een live kunt meekijken. En Bier & Co. die zorgt voor de biertjes. Budweiser nog steeds goed, Stekel? Die is lekker, ja. Ja, het een Heineken biertje, dus ja, dat is niet van de sponsor. Dus is OS kwaliteit van Heineken? Ik vind pils altijd heel lekker, ja. Oké, okay. We hebben niet altijd de pils in het aanbod. Oké, okay, kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je onze archieven kunt plunderen. Dag.